Ja, welkom bij de livestream. Even kijken of alles ook werkt. We gaan de boel even aanzetten. Mensen die zaten te wachten op een mooie liftmuziekje. Dat zag ik. Good evening, sir. This is Mylon 1716. Take us taxi to the gate. Mylon's 1716, do you have any preferred gate, sir? Never mind. India Mike Yankee 1716 taxi hall gate Echo 19 via die Delta en Alpha. Can it take it, please? On a once-on-one. India Mike Yankee 1716 taxi gate Echo 19 via Delta en Alpha. Taxi gate Echo 19, we taxi via Delta Alpha, Mylon 1716. Mijn muis hapert een beetje. Ik moet even. Ik kan niet zo heel goed de chat lezen, dus ik ga Vincent er even bij pakken. Ik weet niet of Vincent ook in de Discord zit om even te praten. Om erbij te komen, want anders wordt het heel druk en of hij ook kan meeluisteren op de frequency. Gaan we even invullen. Hallo. Echo One Niner, hey, kan jij meeluisteren op de frequency? Anders zit je straks er doorheen. Oh. En ik weet niet of je weet hoe je moet joinen. Jazeker, als het goed is wel. Kijk. Want ik ben op dit moment live op Schiphol. En ik kan niet de chat ondertussen mailen. Dus ik heb mijn drie schermen weer aangezet, maar het is iets te druk. Het is, ja, nee, het is iets te veel eigenlijk. Ik kan niet bijhouden op dit moment. Dus ik probeer het wel, maar het is even wennen. Zeker omdat... Even kijken hoor, welke server zit jij? Moet ik even weten. Ik ga even kijken. EU16. EU16.ivo.ro. En dan noem ik hem... Vinnie Observer. Connect. En dan kan ik, als het goed is, mijzelf muten. Ik zit op Ehan en Ground. Waarom is het en Ground? En Ground, ja, dat is zo heet dat. Je hebt het microfoon en dan ga ik naar en Ground. Ja, daar ben je. Kijk, en dan kan ik als goed mee luisteren en dan blaar ik niet iedereen als mensen gaan blaren. Yes. Mensen hebben veel gevraagd. Ik weet niet of jij ook de chat erbij hebt. Jazeker, ik heb die dat erbij. Is mooi. Het wordt gevraagd, er wordt gezegd dat de liftmuziek te kort was. Ja, zonde. En Early Bird zegt, hallo Vincent, is er ook weer bij. En hoe gaat het met ons? Nou, met mij gaat het goed. Ik weet niet hoe het met Mario gaat. Ja, lang dagje achter de boeg, maar ja, het gaat prima. Ik heb van 1 tot 9 gewerkt. Vanochtend moest ik ook weer vroeg mijn bed uit. Nog een filmpje gekeken. Kijk. Dus, ik ga even iemand overschakelen. Nou, hoe is de proos? En weet je? So this is Mylon 1716. I'm sorry for that. My simulator has crashed and I can't continue. Thank you for your service. Bye bye. Not a problem, sir. See you next time. Bye bye. Maar Schipperkant, goedenavond. De KLM 142 is crossing the 18 center. KLM 142, turn right heading. So not heading. Turn right on the Delta. Do you have any preferred gate, sir? Oh, sir, give me days. Day gate. Please say again for KLM 142. Delta gate is good, sir. Okay, in that case, KLM 142, taxi gate Delta 57 via the Delta and Alpha. Delta Alpha, the gate Delta 57, KLM 142, thank you. Even kijken. Een beetje druk op EAM. Zie je 3 outbound? Ja, 3 outbound en 1 inbound, denk ik. Ja, even kijken. Naar de gate. En 1 inbound inderdaad komt erbij. Ja, en dan komt er nog eentje bij en die gaat zo landen. Short gezegd, hij was er vroeger uit voor eerste date. Check. Vincent, het
zegt het ook gewoon niet zoals ik het typte, want ik typte het in het Duits, dat eerste. Ja, dat maakt niet uit. Het gaat om het idee. Mijn muis die zit te ver van zijn ontvanger, dus ik heb soms wat een rare muis. Schipraad, goedenavond. Vibet Womanine, Information Foxtrot, Request IFR Clearance to Zurich. Ja, Vibet 119, let's see, my clearance generator is not working. Yeah, it's working. You cleared your destination via the Arnhem 2 Sierra Yankee departure, runway 24. Squawk for me 0141 and Information Foxtrot is active. Information Foxtrot, Arnhem 2 Sierra Yankee departure, 24, Squawk 0141. Yeah, and can you confirm for me you are holding short goal 5? Nee, je hebt nog een parkeerplaats naast goal 5. Parkeerplaats. Oké, die is mij niet bekend, maar bij deze dan. je klinkt wel overtuigend met je clearance, zegt Stijn Koppes. Ja, lekker. Hoe heet het? Vrolijk, lekker, spontaan. Ja, ik ben altijd heel, heel vrolijk thuis zitten. Early Bird zegt dat muizen altijd raar zijn. Weet je wat het is? Ik heb altijd gewoon een muis. Full met ground, Academic Air 5200, CR2. Let's have a see. Yeah, Airbridge Cargo 5200. After the cross, turn right on the Delta. Taxi 100 point, CR7, Vida Bravo. After crossing to the right via Bravo via CR7, holding point runway 24, Airbridge Cargo 5200. DV Bird. KLM 020 is ready to taxi. Ja, 020 voor US bij holding point Sierra 7 via de Alpha 1, 2 en de Alpha. Alpha 1, 2 en Alpha 2 Sierra 7, runway 24, KLM 020. Ik heb een hele irritante mug in mijn naam. En nu denk ik niet meer. Ja, nu hij is nu niet meer levend. Stijn die zegt dat hij altijd zweet als de ETC en Curly Bird die vraagt hoe het gaat. Sjoerd had hij dat gevraagd zo te zien. Sjoerd heeft geen geduld tot de F1 2017 uitkomt. Oh, daar kan hij niet op wachten. Oh. En Early Bird zegt Stijn, dat heb ik nog nooit. Ik vind ETC makkelijker als vliegen. Ja, soms. Het ligt eraan hoor. Ja, soms heb je hele moeilijke... Vibert 119, skip ground. Go ahead. Yeah, Vibert 119, I can offer runway 22 for you as well, or do you prefer 24? Nou, 22 gaat niet echt werken met een zwaar beladen kist. No, was worth trying, but dan wordt het 24. Ja, ik kan het proberen. Het scheelt weer taxi. Maar ja, hij wil het niet, dan is het geen probleem. Maar je kan dat proberen om dat soort dingen te doen. Oh, Stijn vindt... even kijken. Ik sorry voor de mensen die denken, waarom leest hij niks voor? Ik kan de chat niet echt goed lezen. Ik heb 3 beeldschermen openstaan. Links heb ik wat jullie zien. Daarnaast heb ik ook nog deze. Deze heb ik openstaan. Dit hier. Wie heeft er een open mic? Dit heb ik openstaan, dus dan kan ik zien wat er allemaal gebeurt. En dan heb ik rest natuurlijk ook de stream staan. Maar, ik zal het in de gaten houden wie die open mic heeft. Ja, ik was net te laat met kijken. Ja, ik had mijn Teamspeak heb ik openstaan om mee te luisteren. Maar ik ben ondertussen een beetje YouTube dingetjes aan het doen en zo. En... Oh, wacht. Request taxi, Vibert 119. Vibert 119, yeah, for you, hold short, goal 5. Contact Skipper Approach 11205. Hold short, Twisky, correction, goal 5. En the approach 11205.
Airbridge cargo 5200 when reaching Sierra 7, contact skip approach 121205. When reaching holding point, skip hold approach 5, Airbridge cargo 5200. Yeah, good luck, bye bye. Even kijken. Ik gooi even een linkje in het dinges, als dat kan. Ja, dat kan ik. Real Vincent zei dat de controller van Niels Boezer. Ja, die gebruik ik ook. 403 error geeft, dus ik heb even een linkje gedropt en even kijken wat hij doet. Taxi gate. Die EasyJet die gaat gewoon taxi, hè? Kijk, ik kan niet altijd zien of er iemand. Maar hij heeft nog geen taxi clearance. Nee, hij heeft helemaal geen taxi clearance. Delta het Force is 7 weer de Alpha. Oh, Alpha. Oh, allemaal caps lock. Helemaal mooi. Ik heb altijd zo'n hekel aan tekstjes, want je kan er zo weinig mee. Hey, nog een mug. Heb ik hem? Nee. Dat is jammer. Nou, hij is nog niet van me af. Even kijken, komt er nog wat binnen? Ja, er komt er nog een binnen. Caleb 142 on the blocks, Delta 57. Ja, Caleb 142 frequency change approved. Bedankt voor het vliegen, tot ziens. En jij nog een prettige avond gewenst. Bedankt, bye bye. dat gaat zeker lukken, tot ziens. Jongens, als jullie Mario wat stress willen geven, ga allemaal even vliegen. Ja, dat kan zeker, dat kan zeker. Dat mag. Dat mag. Ah, ik heb het je toch net gestuurd. Taxi gate Delta 47 via Alpha. Ja, da-da. Er komt er één binnen hier. Oh, ik heb hem toch. Hij zat op een pink. Even kijken wat er wordt gezegd. Ik krijg een lege pagina en een call sign. Ja, gegevens zijn verwerkt. Enkel de call signs. Ja, je moet hem even anders doen, want het werkt even niet vandaag. Op een of andere manier. Maar je moet hem even onderin doen. Het is even vreemd, maar... Oh, ik krijg wat binnen. AM Tower is online. Timo Thijssen. Die naam komt mij heel bekend voor. Is dat niet een kijker? Ik weet het niet. VM Observers, die vraagt of ik online ben. Ik weet niet wie dat is. Ik heb de Observers altijd uitstaan. Vincent van Morzel. Geen idee. Dat Rio Vincent zegt dat hij ook BCG gebruikt. Een momentje. KLM 020, contact Schiphol Tower. One, who? He's still on the wrong frequency, so hold. Give me one second. Check. Holding Sierra 7 until the right frequency is on the box. KLM 020. Yeah, set 119.225 on standby. Hold over remain this frequency for just 1 minute. 119.225 on the standby. KLM 020. Er werd gezegd dat er een site is die eventueel een gate ook aangeeft. En dat zijn die zegt gewoon, ja, ga maar naar een willekeurige gate ofzo. Of doe maar G of F of E, mid naar C. Sorry, nog één keer? Ja, Stijn had het over dat hij, als hij dingen laat taxiën naar een gate, dat hij de jumbo's naar G of F doet. Mm-hmm. G, F of E, of en de mid naar C. En dan zegt, even kijken hoor. En er zei ook iemand, Real Vincent zegt dat de gates afhangen van de maatschappij. En Shenzhen en non-Shenzhen air. Een momentje, break. KLM 020, yeah, the frequency is okay. Now you may contact Schiphol Tower 119.225. Have a very good flight, bye-bye. 119.225, bedankt voor de service, tot de volgende, doei. Ja, tot ziens, fijne vlucht. Daar had ik ook een mug. Ja, heb je er ook een? Die zat op mijn beeldscherm. Oeh, hele beeldscherm nu verrot. Even kijken, nu kan ik wel de chat meelezen. Dus we gaan even kijken wat er gezegd wordt. Ik ga even... Eerst de Echo Gate moet wel altijd A380 voor zover ik weet. En Real Vincent zegt E9. A380 mag ook op E22, maar dan moet hij getoond worden. Mag je niet zelf in taxiën. Vet soms skills. Ja, twee gates. E9 mag jij zelf in taxiën. Dat allemaal op de overview, zegt Stijn. Kijk de chat weer even bij. Kom hier tussen.
Ja, het staat allemaal op de overview. Jazeker. Voor degene die denken van waar hebben we het over? Dit is de Marissa Quick View. Ik ga even 2 seconden kijken of alles goed gaat. Komt er eentje zo binnen, maar voor de rest geen bijzonderheden. Maar dit is de Quick View. Hier staat een heleboel informatie over wat je moet weten. Of wat je heel snel op moet kunnen zoeken. Dit is gewoon belangrijk. Heel belangrijk als je wil vliegen. Ik denk wel het belangrijkste. Even kijken hoor. Babadabadabadabadab. Ja, da-da-da-da-da-da. Met prepared kon je toch runway zo'n view krijgen? Huh? Hoe, nog een keer? Stel ik die Oh, dat vraag, zegt Sanje. met prepared kon je toch voor de runway zo'n view krijgen? Hallo Madinho, hallo hallo. Nou, die Joost van de partij, Mario. Even kijken, ik heb dat. Oh, hey! Oh ja, wacht even! Jij hebt de giveaway gewonnen. Dat wist hij nog helemaal niet, denk ik. Maar je hebt de giveaway gewonnen. Dus gefeliciteerd. Stuur even een berichtje op Discord naar mij. Of naar mal@malgamesofficial.com. En dan is het zover. Dan krijg je de 10 euro giftcard. Ik zie dat via TipiStream je niet kan doneren via PayPal. En ik heb geen idee hoe we dat gaan oplossen. Dus we gaan dat hier zo in de stream even doen. Dan krijg ik net te horen dat dat niet werkt. Wil je doneren? Dat kan. Staat in de beschrijving. Staan ook een heleboel andere linkjes. Wil je met Discord? Wil je met allemaal leuke dingetjes meedoen? Dat kan ook. Staat in de Kan je niet beschrijving. Staan een doneren met heleboel. dit? Ja, ik Anton? weet het niet. Ik ga eens kijken of dat werkt. PayPal. Oh, PayPal account e-mail. Wacht. Kijk of hij het doet. Vaak wel handig om die toe te voegen. Ja. Klein beetje maar. Maar die van mij. Mijn PayPal account doesn't support the currency euro. Oh? Oh. Nee? Oh, wacht even. Kijk. Primair maken. Wacht even. Maar als het goed is. Maar. Hè? Please follow this link to add that currency. Maar hij staat er gewoon in. Mensen. Raad het geluid, zegt de koffiekellers. Ja. En ik heb weer een mugje. Even kijken hoor. Maar je moet je valuta. Misschien doet hij het ook bij de Amerikaanse dollars. Gaan we dat eens proberen? Typisch stream, safe. Even kijken, er wordt nog wat gestuurd. Onblok. Onze EasyJet, dat is een vervelend ventje. Die moet gewoon. Die verwacht dat ik heel snel reageer, maar Texas, dat zie je gewoon niet zo snel. Valuta sluiten. Nieuwe valuta. Gewoon de euro wil ik dan. Europese Zie ik nou dat euro. er eentje overvliegt of is het een taxi? Ik zit een beetje slecht. Overvliegen. Nee, hu, waar? Waar zou er eentje Bij moeten. runway 18 center. Nee, die is aan het opstijgen. Oh, Oh, ja. nee, die is aan taxi. Die is Whiskey 5 aan het crossen. Ah, dus dan is hij net nog op de tower frequency. King Taco kijkt ook mee. Hallo.
Maar ik heb dit nu gedaan en hij doet het nog steeds niet. Your PayPal account doesn't support the currency euro. Mensen, soms vraag ik mij sterk af. Oké, gaan we het nog een keer proberen. Save. Come on. Activate, activate, activate. Er staat toch op dit? Soms, hè, mensen, krijg ik hoofdpijn van sommige dingen. Oh, X-Pilot zegt dat het nu een rustig avondje op Schiphol. Ja, het is niet druk. Het is inderdaad niet druk. Maar soms wel even lekker. Kunnen we even een beetje bijpraten met de mensen. Low Whiskey 5 zegt hij. Even kijken. Taxi, gate. Wat zullen we eens geven? Delta 57 weer. Delta 57 via Delta en Alpha. Vind ik wel mooi. Hop. En hop. Even wachten. Ik moet even wat dingetjes op de achtergrond doen. Lol, het is van mijn huis 10 à 15 minuten rijden. Naar. Ding. Even kijken hoor. Even kijken. Nou, wat wordt er allemaal nog meer gezegd? Er wordt nog niet zo heel veel gezegd op dit moment. Hebben jullie ook wel eens dat als iets gewoon echt niet werkt op je computer, dat je op een gegeven moment echt helemaal gek wordt? Ja. Och. Hey, Madinho. Die reageert, die heeft mij een mailtje gestuurd. Helemaal top. Jij krijgt binnenkort die 10 euro giveaway. Nou, gaan we het voor de 100ste keer proberen. Maar, ik heb er nou vertrouwen in. Doet hij het, of doet hij het niet? Hey, PayPal doet het. Hij doet het. Woehoe! Oké. Nou, voor de mensen die via PayPal dus willen betalen, dat kan nu. het faalt een beetje. Ik dacht dat jij de giveaway had gewoon. Ik dacht dat jij de giveaway. Nee. Ik heb met Vincent hebben wij iemand gekozen. En dan niet van. Oh, dit lijkt mij. Dit is een toffe gozer. Nee, ik heb mijn ogen dicht gedaan. En ik ben heen en weer gegaan met mijn muis. En Vincent moest stop zeggen. En toen kwam op die naam. En het was de onderste toevallig ook. Heb ik stop gezegd? Ja, dat was jij. Wanneer was dat? Jawel. Weet. Ja, nee, dat was... Jawel. Jij was volgens mij aan het whatsappen weer met iemand. En toen zei ik tegen jou gewoon, ik kan even stop zeggen. Oh, stop. X-Pilot zegt, vergeet aankomstverkeer niet te labelen. Vergeet aankomstverkeer... Ah, goeie. Blablab. Ik ben een beetje druk met alles nu. Dus inderdaad, maar goed punt. D57. Clear. Eens even kieken. Da-da-da-da. Waarom geen Grabbelton online? En dan had ik misschien gewonnen. Zo had je ook kunnen winnen. Maakt op zich niet zo uit. Het is niet daarbij denken van... dat zullen we die eens kiezen. Er komt er hier nog een binnen. Er komt er... Hey, wacht even. Volgens mij is dit hem. Veel plezier met het geld die je hebt. Yeah, hier heb je het afgesproken geld voor het spul. Nice. Waar is dit voor? Dit is voor smart cars. Maar kik, dankjewel. Volgens mij heb je trouwens heb je een ander geluidje als je 15 euro doneert en als je 3 euro doneert. ik heb twee verschillende geluidjes gedaan. Ik ga even kijken of dat ook zo is. Wacht even. Ramon Alvarez zegt hype. Hallo, welkom bij de livestream. Wij zijn bezig met een livestream op Schiphol. Het is gigantisch druk. Ik zal even laten zien hoe druk het is. Zo druk is het. En we zijn volledig bezet bijna. Nog alleen een delivery. En, even kijken. Shorty heeft 15 euro plus fees paid. Heel super. Dankjewel. Super. Illegaal geld uit Mexico. Nee, wat hebben wij moeten doen? Wij hebben smartcars moeten kopen.
En dat is voor Coma VA, die binnenkort komt. En dan kunnen we straks met de virtual airline kunnen we gaan vliegen. Maar daar hadden we dat programmaatje voor nodig. Dus vandaar. Ik ben even snel dit aan het updaten. Maar nu staat Sjoerd natuurlijk ook onder in de balk. Met 15 euro. En we wilden het niet overmaken, dus we dachten we doen het zo. Maar ik ga eens kijken of ik echt een ander geluidje heb gedaan. Want volgens mij heb ik daar wel... Oh, wat zijn smart cards voor de tv toch eens? Nee, smart cars. Dat is een logging systeem. Dat... hoe noem je dat? Kijkt voor de... dat logt alles wat je doet. Als jij je flaps opdoet, dan wordt dat allemaal gelogd. Hoe hard je landt, hoe goed je landt, wat je pitch was toen je landde. Dat houdt hij allemaal bij. Het mooie daarvan is dat we dan kunnen kijken. My favorite Netherlands people. Hello. Spielentips.tv. Ik ga eens even kijken wat... deze moet ik hebben. Alertbox. Ik weet even niet meer hoe dat ging. Creation. Hoe kon je ook weer kijken... ging dat zo? Oh ja, kijk. Als het ja, goed smart is. Cars inderdaad, Urbert. Ja, smart cars, ja. Donations, even kijken. Donation. Oh ja, als je meer dan 5 euro krijg je deze. En als je 3 euro doet, of 4 euro, dan krijg je een ander geluidje. Dus, dan weten we dat ook. Hey. Shoot has donated 1 euro. Oh, deze is zo hard. Is dit dan een ander geluidje? XXX Shoot. Ja, dit was een overvliegend vliegtuig. Zoals je waarschijnlijk wel kan horen. Maar Shoot, je bent lekker bezig. Je helpt zo die secret giveaway wel goed de lucht in. Ja, die vind ik wel leuk. Ja, is wel leuk toch? Secret giveaway goed de lucht in werken. Ja. Ja, leuke woordspeling trouwens. Hoeveel kost smart cars? Hangt er vanaf of je een lifetime of per jaar wilt gaan betalen. Per maand? Ja. Per jaar? Per jaar toch? Per jaar 70 euro. En nu betalen wij 1 keer 15 euro. Want het is echt een apart systeem. Or flying. Oké. Volgens mij hebben wij nu onze eigen smart cars. Ik ga even kijken of we hem al binnen hebben. Nu hebben ze het over smart cars, smart e-cars. Ja, smart e-cars. Het is een e-car systeem. Sjoerd Beerdenburg heeft hier zojuist 1,27 euro. Nice, dankjewel. Giveaway. Oh, je hebt ook echt alleen met 1 euro. Ja. YouTube. 21:57. Iemand heeft weer op mij gesubscribed. Maar dat is niet in het beeldscherm gekomen, omdat dat maar goed is eigenlijk. Ik had weer iemand met zo'n rare naam. Even kijken. Woep woep, had het goed, zegt Elibert. Maar als het goed is, krijg ik een hele mooie. Ja, your smart cars has been deployed. Als het goed is, kan ik een URL'tje starten. Of iets starten. Account, login. En dan hebben wij ons eigen systeem. Het werkt alleen nog niet, want de hele website is nog niet werkend. Dus het is nog nergens aan gekoppeld. Maar het is wel leuk om te hebben. Je hebt er voor de rest geen bal aan. Het is net als een fiets zonder ketting. Het is leuk om te hebben, maar je hebt er geen bal aan. Hey, ik hoor een pingeltje. Dat betekent ZenB is now following. Bedankt voor het volgen. Even kijken hoor. Download smart cars. Hey, de installer. En als het goed is, kijk even. Let op hè. Run. Oh. Kijk eens, Smartcast, Coma VA. Gaan we hem even op de E-schijf droppen. En mijn computer moet je even aanslingeren. Oh. Dag.
Mijn computer die loopt even vast. Ik weet niet of de... Oh, hij doet het alweer. Ik heb Mario, denk ik snap je dit? Adobe Go Live is om een HTML website te maken. Nee, ik heb werkelijk geen idee wat het is. We gaan even naar de E-schijf. En dan maken we hier een nieuwe folder aan. Die noemen we nieuw. En die noemen we smart. Select folder. En dan gaan we I agree. Install. En als het goed is, komt die jongens. Top, 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 top. Dit is spannend. Ik installeer dit nu ook voor de eerste keer. Launch product. Ga eens weg, ja. Maintenance mode is on for this virtual LAN. This is not a problem. Maintenance. Oké, nou ja. Diegene die er hiermee bezig is, die is met maintenance. Maar als je hier zo kijkt, zie je nou Smartcast, VA, English USA, met ons logo erbij. Tenminste, een soort van logo. We hebben gewoon heel snel iets moeten maken. Hier zo zie je hem staan. En als je daarop klikt, dan start automatisch Smartcast. Dus op zich best leuk. Dus het is gelukt. En dat is best snel gegaan. Ik ga live, klikt als een live team. Oh, live team. Ding, maar je maakt er websites mee. Oké, ik ken het niet. Heb je vragen of iets, lijkt het je leuk om wat te vragen aan ons? Stel ze in de chat. Ik heb vragen vaker met smart cars gevlogen. Ja, het is heel chill. Dus laat het even weten. We gaan even go live. Ik ga even op mijn computer. Die streamt ook automatisch altijd mee met 720p. Trekt allemaal weer meer dingen. Even kijken. Er komt nog een Transavia 756. Komt er nog binnen. Er komt voor de rest echt geen bal binnen. Nee. Even kijken. Korte termijn, nee, ook heel weinig. Goedenavond, ben er weer, zegt Nonstop HD. Welkom bij de livestream. Vink zegt, wat vind je ervan dat Ajax nu binnen 2 minuten van 1-0 naar 1-2 voorsprong is gekomen? Ja, ik volg het allemaal niet. Ik ben niet zo heel erg van het voetbal. Daarnaast moet ik heel eerlijk bekennen dat ik in Rotterdam woon. Dus kan het misschien wel een beetje raden. Maar dit is. Vind, lees je Discord wel? Nee. We weten wat andere dingen. Mag ik het snelle logo voor de deliveries? Of moet ik mijn eigen logo ervan maken? Huh? Wat is er? Dat vraagt Early Bird. Je mag je eigen logo van mijn pad maken. Maak wat leuks van. Het is er? Wat werd er gezegd? Weet je wat Sjoerd naar mij toe stuurt? Nee. Joepie, Mario heeft coma. Jongen. Oh, hij zegt dat ik te grof vond voor de chat en niet op moest lezen. Ja. Oeps. Jesse 0506. Hey mensen, daar zijn we weer. Ja, welkom bij de livestream. Ik zie trouwens dat ik rechtsbovenin nog de Coffee Killers chat heb staan. Dus als de mensen nog chatten op de Coffee Killers. Wat trouwens niet kan, want jullie zijn niet live. Maar... Oh, dat kan wel. Zeker wel. Ja, ga je ook live? Nee, maar ik kan wel chatten in de Coffee Killers chat. Maar ja, en we hebben net 2 donaties gehad van Stuart. Eentje van 15 euro en één van 1 euro. En toen kwamen we tot de mooie verbazing dat er 2 verschillende soorten geluidjes zijn ingeprogrammeerd. En Stuart had natuurlijk 2 hele mooie mededelingen natuurlijk. Echt op zijn Stuart. En dat is niet van hier zo... Voor de vliegtuigen, we fly, you cry. Ja, of we fly, you die. Dat kan ook nog.
Het kan allemaal. Sjoerd die heeft natuurlijk gezegd, hallo Mario, veel plezier met het geld. Hier heb je het afgesproken geld voor het spul. En daarna zegt hij, is dit een ander geluidje? Zegt hij bij een andere dus. Koffiekillers zegt ondertussen, ik ben speciaal in zijn eigen stream die niet live is. Dus op zich best wel bijzonder. En als het goed is staat Sjoerd nu ook... Onderin? Ja, ik zie het hier zo. Hieronder staat nu ook Sjoerd. Die heeft er natuurlijk voor gezorgd dat wij dichter bij de 65 euro zijn voor de giveaway. En natuurlijk heeft Tim ook ooit eens een keer 3 euro gedoneerd, wat zeer geapprecieerd wordt. Dan maak ik een We Fly You Die logo met een doodskop ofzo. Ja, doe maar wat je leuk vindt. Wij krijgen denk ik straks wel wat liveries binnen. En ik ben benieuwd wat mensen ervan kunnen maken. Of wat ze tof vinden. Voor de mensen die graag trouwens nog meer van dit soort dingen willen zien. Vergeet niet te abonneren. We hebben ook nog een ander YouTube kanaal. Tenminste, die is niet van mij. Maar dat is van Vincent. En Sjoerd. En nog een paar. Dat heet de Koffiekillers. Staat... Maar maak maar iets, wij kijken wel of we het gebruiken of aanpassen. Ja, dat heet de Koffiekillers, staat in de beschrijving, staat een linkje. Die doen ook dit soort streams, maar dan ook andere dingen, zoals Euro Truck Simulator. Lijkt je dat leuk? Ik denk dat een meerderheid die kijkt... Ik schiet even iets door mijn hele kamer. Zo, ik doe hier zo mijn suikerspin ding open, waar ik hier zo vorige keer suikerspin in had. Ik doe de lucht en er komt een zoete lucht, jongen, mijn neus in. Echt bizar. Lekker, toch? Anders, waarom doe jij niet even een vluchtje hier zo? En doe je even een mede? Nee, ik moet morgen werken, dat gaat er niet worden. Ah, zonde. Want er is hier niet zo heel veel aan. Wat jullie denk ik wel begrijpen. Ik begin een beetje door mijn onderwerpen heen te gaan. Dus morgen inleveren is ook goed, toch? Morgenochtend om 9 uur vertrek ik richting het mooie Utrecht. Oh, gezellig, kom je langs. Nou, dat. Ik nog even 2 keer over nadenken. Maar ik ga... De hele dag werken. Ik ga namelijk tot zondag lekker bootje varen. We hebben een boot gehuurd en we gaan lekker door Amsterdam heen varen. Echt mijn sterkste kant Amsterdam. Maar we gaan het toch doen. Dus dat is eigenlijk de komende 3 dagen wat ik ga doen. Misschien zondagavond een livestream. Maar we moeten even kijken hoe en wat. En daar. Dus ja, eens even kijken. Hij doet het niet, jammer hè. Misschien kan ik hem wel uit de, hoe noem je dat? Uit de maintenance mode. Hey, maintenance mode, save. Haha. Oh, er wordt gevraagd door Nonstop HD. Heb je speciale instellingen voor je iVac, waardoor je taxiways en zo allemaal groen zijn? Ja, dat heb ik zeker. Oh nee, wacht even. Ik moet even wat doen. Hey, weer een muggie, hallo. Ik ben de boel weer echt helemaal aan het... Oh. Diegene die... die dit altijd running houdt, die gaat me echt afmaken. Ik heb hem ongeluk uit maintenance mode gehaald. Oh, ja. Wacht. Maintenance mode. Oeh. Ja, je hebt hier bovenin, ik ga het even proberen midden in het scherm te zetten. Je hebt PVD. Dan heb je Load Color Scheme. Scheme of Scheme of wat dat ook is. Dus daar dan heb ik de Palermo 1.1. En daar heb ik een beetje mee zitten stuntelen. En dit vind ik uiteindelijk de beste. Wat ik heel erg fijn vind. Om naar te kijken. Mensen die houden weer van hele andere dingen. Dat klinkt... bijzonder, als ik dat zo zeg, maar... ja, Elibert zegt dan zien Vincent een shooter morgen. Als je hem in de Discord gooit, dan zie ik hem sowieso ook. Kijk jouw chat. Kan jij hem even... Ja, hoe komt hij bij jouw chat? Hé? Hey? Geen idee. Ben jij dat of zo? Nee, natuurlijk niet.
Kara. Ja, ik vind deze ook mooi. Hartelijk dank. Geen probleem. Als jullie vragen hebben, altijd. Jullie mogen ze altijd stellen. Is het een lange vraag of een moeilijke vraag? Stuur ze en maak even een ticket aan via www.moregamesofficial.com/support. En volgens mij hebben de Koffiekillers nu ook een soort support systeem. Of een website. Kijk daar ook even op. Anders hebben we op Moregames natuurlijk ook nog een veelgestelde vragen. Daar kan je ook een heleboel dingen vinden. Kijk even op de website. Daar kan je een heleboel interessante foefjes vinden. Klinkt dat leuk, het woord foefjes. Foefjes. Nog 2 uur trouwens. En dan is de 200 subs giveaway van de Koffiekillers er. Oh? Ja. Waarom moet ik jou dat vertellen? Jij zit toch bij de... Ik hoop dat je je belofte nagaat, zegt Ullybeurt. Welke belofte? Oh, ja. Wacht even. Ik ga dat direct doen. Ja. Ik ga het gelijk doen. Ik vergeet het altijd. Ik heb namelijk Ullybeurt beloofd namelijk om, om even te reageren op zijn ticket. Ondertussen zijn er alweer 2 andere tickets binnengekomen. Dus die moet ik ook even allemaal vanavond gaan beantwoorden. Voordat er is trouwens een inbound, zie ik. Ja, die is nu aan het landen. Ja, ik krijg het al warm. Hillary Clinton heeft een ticket aangemaakt met als onderwerp pizza. Met prioriteit hoog. Wat? En ik ga het jullie even laten zien. Dit is het systeem dat wij gebruiken, intern. En hier zie je het, ticket 17, pizza. En met als vraag, kan ik hier pizza bestellen? Helaas zijn de pizza's net uitverkocht. Wel heb ik zuurkool in de aanbieding. Waar wat is het bezorgadres? Zo. Had ze flats. Had ze flats. Oh, dan ga ik deze weer even weghalen. En dan gaan we hem ook gelijk even sluiten deze. Want daar hebben we niet zoveel aan voor deze mensen. Ik wil wel wat, zegt Nick. Even kijken. Early bird. Even kijken. Jij had jezelf. Ah, ja. Ik zie het al. Ja. Maar ja, beste Ivers. Ticket systeem. Ik ben even een mailtje aan het tikken. Ik ben rustig met het tik. Ik heb het best rustig met tikmachine. Ja, klopt. Het is inderdaad niet heel druk. Maar het gaat wat drukker worden. Ja, moeilijk. Laat maar. Ik spreek je er later nog even voorbij. Met vriendelijke groet, Mal. En dan doen we submit reply. En dan gaan we gauw door met de stream. Stijn, je vroeg vanmiddag of ik early bird was, maar ik ben non-stop HD. Non-stop. Is hij niet die ene controller van vorige keer? Ik heb werkelijk geen idee. Ik onthoud zo'n dingen eigenlijk al niet. Wow, ik had geen melding gekregen en daarom ben ik te laat. Aviation Today, nou maakt niet uit. Welkom bij de livestream. Een beetje laat. Ik ben meestal ook een beetje aan de late kant. Dus dat het is je vergeven. Ja, soms wordt YouTube nog een beetje lastig over de dingen. Ja, inderdaad. Is de site op een mobiel beschikbaar? Jazeker. Non-stop HD zegt, ik ben zeker die controller.
Oh, top. Gezellig. Huh, waar zegt hij dat? Oh ja, zegt hij. Is het zo snel? Hij komt eraan, stuur hem zo door, zegt de X-Pilot. Ik ook, op Eindhoven, zegt de Early Bird. Maar Early Bird, als het goed is, krijg je gewoon een mailtje op je privémail. Ik weet niet wat je hebt ingevuld, maar daar krijg je het op. Ik krijg bijna gewoon traffic, jongens. Ik word gewoon helemaal zenuwachtig. Oh jee. Ik trek het echt niet. Ik ga denken, ik disconnect. We zijn ook gewoon fully controlled op delivery na. En we hebben gewoon geen inbound. Denk ik. Dat is wel jammer. Als je fully controlled bent, er is geen inbound en outbound. Ja, dit is inderdaad niet zo heel veel. Ja, er komt straks wel een Transavia aan, maar dat duurt nog wel even. Mooi, je klinkt moe. Niet in slaap vallen? Nee, ik ga proberen niet in slaap te vallen, maar ik ben inderdaad wel een beetje moe. Klink ik moe? Nee, ik vind het wel meevallen. Ik vind mezelf moe klinken, maar... Mijn mail, support@mallgames.com. Wat? Nee. Ik ga klachten. Is het weer een Vincent, of is dat gewoon Vincent? Supergenaald, goedenavond. Oh, hey. 756, approaching Whiskey 5 on het center voor de cross. Ja, 756, confirm you already got cross clearance from the tower. Was even... Yeah, it's confirmed. We have cross instructions from the tower. Very well, trans, we have 756. After the cross turn, right Delta, do you have any preferred gate? Delta 55, is that possible? Yeah, for you, Delta 55 is always possible. Transavia 756, after the cross, right on the Delta, left on the Alpha. Taxi gate, Delta 55, enter apron at the Alpha 10. Ook gewoon, always possible. Ja. Voor jou. Right on the Delta, left on Alpha to Delta 55. Transavia 756, zeer bedankt. Houdoe. Even kijken. Ik ga klaar. Approach vervult zich. Zou best kunnen. Mal, ga je morgen ook streamen? Nee, want ik ben morgen op een mini vakantie eigenlijk. Of klachten. Ik ben klaar met mijn Nederland. Stijn Oorkapot. Hij gaat morgen 3 dagen naar Amsterdam-Utrecht. Inderdaad. Utrecht. Mario, ik kom volgende week vrijdag jou vergezellen op EHAM. Dan doe ik examen en kan ik je helpen? Top. Ja, als je... Oh, jij was die vorige keer die goede informatie gaf met vliegen en zo. Wanneer zei je dat dan? Zegt Stijn. Ja, een tijdje terug. Je kan ook nog een leuk stuk terug kijken, meneer Sjoerd, wat doneerde. Dat was ook wel grappig. Ik ga overmorgen weer terug naar Nederland en direct weer IVO. Ik heb het wel gemist hoor, zegt Aviation Today. Ik heb dat ook meestal wel. Ik ben namelijk 4 maanden in het buitenland geweest. Oh, iemand staat er op de apron met Mallgames. Dat wil ik even zien op de stream. Ik ga even kijken wie dit is. Oh, hij is weer weg. Dat was wel grappig. Iemand had callsign Mallgames. Mike Alpha, Whiskey Golf Alpha, Mike Echo Sierra. Skip a ground. Dat zou wat zijn. Maar ik ben dus 3 maanden altijd in het buitenland geweest. En dan heb ik 3 maanden lang niet kunnen evouwen. Zelfs sterk, ik ben soms wel eens 4 maanden in het buitenland geweest. Aaneengesloten, dus niet naar huis. Zo jongen, toen ik thuis kwam jongen, echt dag en nacht vliegen. Oh. Even kijken. We gaan even wat chats afsluiten. Mallgames staat online. Show Flyplan. Dit is Mayendo de Roo. Top man. Moet wel oppassen met de call signs. Maar wel tof dat je dat doet. Laat eens even neerzetten. Live on YouTube. Mallgames. Kijken of we het ook zien. Je ziet het niet, volgens mij. Ik ben toch ground, ja. Even een andere. Terug online, zegt... Ik heb het niet eens gezien, dus 20 minuten geleden. Maar dat maakt niet uit. SQ standby. Iemand zit
Stijn Koppers is van plan om dit om weer een lange vlucht te doen. Ja, als je dan vanaf Schiphol. Wacht, waarom heet iemand in mijn Steam friendlist Captain Joe? Oh, hey. Mijn telefoon weet niet wat hij wilt. Even kijken hoor, als het goed is staat er nu... Ja, live! Mayindo, je moet wel even... Squawk Mode is daarbij. Ik snap de approach niet helemaal. Oh, wacht, nu komt wat er. Welke rank heb je op Eval als tower en piloot? Dan, en heb je al PPL? Ik ga jullie precies laten zien wat ik heb. Ivo. Aero. Nou, login. Dan heb je... Pom, 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 pom. Tada. Mooi, ja. Ik heb 663 uur en 17 minuten, met de uren die ik nu maak niet meegerekend. 131 uur als controller en 532 uur als piloot. 0 uur als staf, want ik ben geen staf. Ik heb Advanced Flight Student, heb ik als rating van vliegen. En ik heb een Advanced ATC Trainee. Ik heb 500 plus, repo en reward. Ik heb het IVAC-examen gehaald. En als ik kijk naar mijn personal details. Even kijken, dan heb ik mijn IVAC en mijn aerodrome controller heb ik gehaald. En deze heb ik, mijn private pilot heb ik gefilled. Maar dat was in 2015. Dus dat is 2 jaar geleden. Bijna 2 jaar geleden trouwens. Als de grond online komt en je mentoren zeg je nee, dan ben ik pleiten. Oh, er wordt gezegd, wacht, Vincent. Ik begrijp niet precies wat de approach zegt, maar... Hé? Het begint te laat te worden en je begint begin je rare dingen te zeggen. Oké. Okay. Ik denk dat de approach bedoelt dat als je op tower gaat zitten met kraan... Hè? Wacht even. En je bent toren zeg je nee, dan ben ik pleiten. Maar ja, ik kan niet pleiten gaan, want ik heb een livestream en dan heb ik opeens niks meer. En als ik tower ben en er komt opeens een ground, ben ik opeens al mijn traffic kwijt. Dan heb je al helemaal geen traffic en dan is de livestream al helemaal niet interessant om te zien. Afgezien van het feit dat ik nu al sowieso heel weinig traffic heb, dus dan... Dat is de reden waarom ik op ground blijf zitten eigenlijk. Dus met de zekerheid dat ja, dat je nog wel wat traffic hebt. Ik was 2 weken geleden ground op Rotterdam, komen 3 binnen een uur en een medic call doen. Oeh, interessant. Even een verandering, vind ik zelf het handigst. Zegt de approach. Zodra traffic vacate op wanneer het draait. Stuur ik ze gelijk naar je toe. Oké, nou, ik vind het prima. Dat mag. In principe kan ik hem niet crossen voor One Night Center. Maar als approach daar toestemming voor geeft, dan mag dat weer wel. Dus ja. Even kijken hoor. Ik zit trouwens even nog berichten lezen. Even kijken hoor. Oh ja, Earlybird zegt, wacht, waar Captain Joe, is dat een bekende YouTuber? Ja, Captain Joe is een bekende YouTuber, maar iemand in mijn Steam friendlist heet... Transavia 756 on blocks. Transavia 756, welcome on Schiphol. Thank you for flying. Frequency change approved, bye bye. Ja, frequency change approved, Transavia 756. Hey, bedankt voor dat, say, fijne avond. Ja, hetzelfde, fijne avond, doei doei. Maar ja, iemand in mijn Steam heeft iemand gaat pushbacken zonder clearance. Dat blijft altijd interessant. Even kijken of die ook op de ding zit. Nee. Assume. Oh,
En opeens is hij weg. Nou, wat gek. Niemand boeit het dat ik Java en Bali ben geweest ook. Oh, dat is wel kick trouwens. Hé, dat mag eigenlijk niet. Wat ik deed, dat namelijk ook. En toen kwam mijn supervisor en die zei, als er een emergency landing is. Ja, je moet inderdaad altijd rekening mee houden dat je dat iedere runway, dat er een emergency landing op gebruikt kan worden. Dus ook ja. al mogen ze gelijk crossen, je moet het wel in de gaten houden. Ja, zeker. Zeker, zeker. Je mag eigenlijk mag je als ground geen... Eigenlijk ga je niet over de runways. Behalve als er één inactive is. Hoe noem je dat? Het approach geeft mij nu aan dat ik toestemming heb. Of dat ik toestemming mag geven. Maar normaal gereikt mijn control maar tot Risky 5. Ik kan hem niet crossen tot 18 Center. Omdat hij gewoon of active is. Of er is inderdaad. Je kan hem gebruiken als emergency. Dus in principe gaat tot daar mijn control. Net zoals je heel vaak wel ziet met mensen die beginnen bijvoorbeeld op Eindhoven. Dat die toch take-off clearance gaan geven. Mag ook niet. Nee, dat mag ook niet. Kijk, ik snap het wel dat als je in het begin dat je het nog niet snapt of dat kan gebeuren. Maar het is wel altijd een dingetje. En dan probeer ik ze ook altijd, als je dat ziet bijvoorbeeld voor de mensen die ook nu de livestream kijken. En die zitten veel op IVA. Geef het ze gewoon mee. Probeer het gewoon op een nette manier mee te geven. Je kan ze alleen maar helpen en dan hebben ze alleen maar baat bij. Tenminste, als het goed is wel. Ja, en in principe staat ook gewoon op de site van IVA wat je nou wel en niet mag. En er staat ook wel wat niet mag. Zelfs een Nederlandse site, hè? Nou, nl.ivo.ro, volgens mij. Dus, vandaar. Even kijken, wat wordt er in de chat gezegd? Ben er weer, zegt Nick. Welkom, Nick. Ken je de boel Bosporus? Maar later boos, zegt Telebert. Die gast heeft 150 kijkers en jij maar 5 nu. Ik weet niet of ik er 5 heb op dit moment. Ik heb er op dit moment 6. Ja, maar het gaat me eigenlijk niet om de kijkers. Ik vind het gezellig dat jullie er allemaal zijn. En of ik er nou 5 of 4 of 100 heb. Ik vind het gewoon gezellig met de mensen die er op dit moment zijn. En of dat er inderdaad 5 of 100 zijn. Ik zit ook heel veel in de Discord. Ik heb hem zelfs op mijn privételefoon. Dus dan kan ik daar gezellig chatten met mensen. Het is altijd gezellig. Geen gezeik. Ja, soms wel, maar die gaan even naar de ballenbak. Soms snap ik YouTube niet. Zes, zeven. Ik weet ook niet waar ik het over had, zegt de Aviation. Oké, okay, nou dan weten we het beide niet. Maakt op zich niets uit. Hoe lang mag je AFK vliegen op IVAO? Dat is een goeie. In principe mag je gewoon de cockpit leaven. Maar zodra je een controlled airspace ingaat en je kan niet antwoorden, dan heb je een probleem met de maar. En dan maak je kans op een geweldige kick van een supervisor. En er gaat meestal wel wat tijd overheen. Wat ik bijvoorbeeld doe, als ik. Het is natuurlijk niet standaard. Ze probeert het as real as you get. Wat ik altijd doe als ik bijvoorbeeld moet eten en ik moet die vlucht maken of zo, weet ik veel wat. Dan ga ik die controlled airspace in en dan zeg ik waar ik ben en wat ik doe. En dan request ik gewoon out of cockpit, your dinner of zo, dat ik gewoon aan het eten ben. En dan gaat hij vanzelf zeggen of het mag of niet. Mag het niet, heeft hij alle recht toe. En dan zou je op moeten disconnecten. Of een andere manier gaan verzinnen, maar anders gaat hij een supervisor behalen. Daarbij moet ik wel zeggen dat heel vaak controllers gewoon heel meegaand zijn, heel flexibel en zeggen gewoon van ja, geen probleem. Of die zeggen, Monte Unicorn want to do, en die geven je een altitude dat je veilig bent. Dus daar wordt meestal wel heel chill mee gedaan. Even kijken, FVA Today zegt maar, ik vind dat je gewoon meer kijkers verdient. Nou ja, vergeet deze livestream dan niet te delen, te liken, met alles wat je kan. Daarom. In deze rules staat je maar dat je een half uur van je PC mag zijn. Bij vetsim mag je volgens mij wel AFK zijn. Is dat echt zo? Ik heb dat nog nooit gezien. IVAO. Piloten. Ik weet niet waar ik dat moet gaan vinden eigenlijk. Veel gestelde vragen misschien. Bam 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 bam. Bam bam bam.
Ik weet niet waar ik dat moet gaan vinden. Volgens de bronnen van Koen wel. Ja, ik weet het eigenlijk niet of het mag. Het is wel een goeie. Regels en richtlijnen? Oh jee. Pilots. As a minimum, pilots must be able to take off and land at an airport. Pilots must be able to comply with basic air... Ik ga hem even in beeld zetten. Wacht even. Must be able to comply with basic air traffic controls instructions such as being instructed to turn onto a particular... Okay. Connecting online. Okay. Special operations, voice communication. Ik heb nu meer dan 1500 euro op Vetsim, maar sinds er andere vrienden nu op IVA zitten, ben ik er ook mee begonnen. Ik ben het even aan het zoeken. AFK. Kom toch even. Ja, ik doe het niet inderdaad al. Maar ik zie net... Away. Ook niet. Ik zie het niet zo heel snel staan. Rules and regulation. Connecting. Online. Oh, hey, you are expected to be at your computer whilst online as a pilot or controller. Short breaks lasting no longer than 20 minutes are permitted. ATC shall provide service at all time. Under exceptional circumstances, an absence of maximum 5 minutes can be allowed if traffic permits. Okay. Okay. Within your ability, try to maintain as real as possible attitude. New members are encouraged. Okay, ik heb dit echt nog nooit doorgelezen. Ik controle nu Vetsim en IVAO. Ik vlieg ook beide. Oh, 20 minuten. Maar je mag echt maar 20 minuten offline zijn? Dat is wel bizar. Ik denk dat ik zo lekker offline ga, want ik heb gewoon nul traffic op dit moment. Er komt wel eentje binnen, maar die komt van Innsbruck vandaan. Maar dit gaat nog zo lang duren voordat hij op de grond staat. Dus. En ik moet nog wat dingetjes doen. Ik moet mijn hele koffer nog pakken voor morgen. Dus ik denk dat ik zo lekker ga stoppen met de livestream. We hebben een klein uurtje... Nou, een lang uurtje hebben. 1 uur en 5 minuten zijn we nu online. Zen Bezen vraagt hoe oud ben je? Ik ben 19. En ja, ik ook. En Vincent ook. Ja. Dus, gooi even allemaal in de chat hoe oud jullie zijn. Ik ben wel benieuwd. Komt ie, ja. Even kijken wanneer die... Kijk hoor. Met niks aantrekkelijks en gewoon een speaker voor je bed zetten voor een supervisor call. Stijnkoppen zegt 13. 15 zegt Nick. 1 miljoen miljard zegt Coffee Killers. Kunnen wij hem ook bannen? Oh. Coffee Killers zit in de Illuminati. Ja, waar? Ja, we zegt de koffiekennis. Hey, ik heb traffic op de grond. KLM 184. Even kijken hoor, wie dit is. Ed Korrevaar. Hey, hem ken ik.
Ja, request ballenbak voor de koffiekillers. Bar irritant drinken. Ik zit te twijfelen of ik offline ga. Duurt meestal even voordat hij klaar is. Dus no offense to him, maar voordat hij voordat het helemaal klaar is. Dus ik denk dat ik lekker offline ga. Nog even napraten met Vincent natuurlijk. Ga offline voor FLP clearance. Contact 121205. Ik ga offline. Fijne avond nog. Altijd belangrijk om even. Hoe noem je dat? Weet nou, altijd belangrijk om even te zeggen dat je weggaat. Dat vinden ze altijd wel fijn. Niet dat je opeens pleiten bent zoals sommige mensen doen. No offense. Ze zijn allemaal mens. Dat rijmde. En dan gaan we natuurlijk even. Hatse flats, wacht even. Hallo, hallo. 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 Zijn we nu al klaar? Ja, we zijn nu al klaar. Jemig. We zijn er helemaal klaar mee. Slechte streamer, kan ik me voorstellen. Hé, hey, Gluipert, heb jij niet nog één dingetje mede te delen aan alle kijkers op dit moment? Ja, ik ben de hele nacht wakker. Nee, ik kan allemaal nog even snel op via de link die in de Discord staat voor de giveaway. Want ja, je hebt nu nog iets minder dan een anderhalf uur. Ja. Morgen ergens overdag doen we de giveaway, want ik weet niet hoe laat ik de key ontvang. Ik moet het ook echt... beamen inderdaad. Ik heb zelf me ook al 100 keer ingeschreven. Ja. Elke keer onder ja, een andere naam. Echt een idioot die zich de hele tijd opgeeft. Maar die idioot die heeft de hele tijd hetzelfde e-mailadres. Dus ja. De naam is anders, maar die e-mail niet. Er staat gewoon elke keer Mario Witteman. Waarom? Of Mal uit Margame. Er staat letterlijk in die lijst. Ik pak hem er nu bij. Er staan iets van 3 Vincents die zich opgegeven. Echt? Ja. Hoeveel aanmeldingen hebben jullie? 33. Maar daar vallen er 5 van af, want van die weten we dat dat 2 personen zijn die meerdere keren opgeven. Oké. Okay. Dus die liggen er meteen aan. Oké. Okay. Nou ja, dan gaan we het zien, jongens. Ik ben benieuwd wie het gaat winnen. Ik ook, maar ik laat het dus morgen overdag weten. Er is een hele grote kans, als het allemaal goed gaat, dat ik morgenochtend rond 7 uur een stream ga doen. 7 uur 's morgens? Ah, dan kan ik nog even kijken. Ja. Ik ga denk de hele nacht door, dus... 7 uur 's morgens een stream, voor de rest gaat alles goed? Als ik toch de hele nacht wakker ben, waarom niet? deze kerel is echt een gek, gewoon. Ja, ik ben een beetje verslaafd aan Formule 1, oké? Maar, Mario, waarom spoel je kip? Wat? Nou, er staat dokterassistent Mal, play kip. Ik heb geen idee, ik denk dat ik dat ingevuld heb. Waar staan jullie rules and regulations? Staan er niet. Oh. Als je iets flikt, dan ben je er gewoon uit. Het maakt toch niet uit of je zegt dat het niet zo is of wel zo is. Maar hier moet je dus je naam en alles invullen. En dan end ik even voor je. En dan doe je vanzelf mee. Ik doe het zelf niet, want je kan het er niet uithalen namelijk. Maar je kan wel meerdere keren op pick winner klikken. Dus dan... Ja. Komt goed. Nog 1 uur, 18 minuten, 36, 35, 34 seconden om mee te doen met deze giveaway. De giveaway van de andere, die van die Steam en alles, is al gedaan. En van de Raad het Geluid is ook al gedaan. Ja, moet alleen nog eventjes met de winnaar prijsje geven. Maar ik heb met hem afgesproken dat we dat volgende week ergens regelen. En, begreep je allemaal. En leuk nieuws jongens, Coma VA, dus de Coma Virtual Airline. Je gaat natuurlijk een Coma VA, het eerste dat er staat is Coma zuipen. Ja. Er komt een nieuwe Virtual Airline, die is helemaal, wordt helemaal gemaakt op basis van de Coffee Killers en Mall Games. Dat wordt, is nu allemaal in de maak, dus het duurt nog even voordat dat helemaal werkt. Maar we verwachten ongeveer 1 weekje dat het allemaal werkt. Lijkt je leuk om hier mee te doen? Heb nog even geduld, maar dat komt helemaal goed. Ja. Ja.
Klinkt gezond, man. Quinboy 280 28 01, die zegt hallo. Ja, je hebt het goed getimed, want we gaan stoppen met de livestream. Ja. We zijn nog aan het livestreamen. Ja, ja, ja. Jezus, je kan toch aan de manier van praten maar horen dat hij nog live is. Ja, en ik lees opeens allemaal reacties voor ook nog. Dat is ook heel on... Ik ben alleen maar aan het appen. beter dan appen en een race maken tegelijk. Voor de mensen die nu nog willen kijken. Ik doe mee aan de Coma Zuipers. We fly, you die. Is ons motto. Jongens, voor de mensen die kijken op Malgames. Ik ga jullie heel gelukkig maken met Raad is met wat. Liftmuziek! Komt ie jongens, bedankt voor het kijken allemaal. En hierzo de geweldige liftmuziek.